Hoi, ik ben Maarten en ik ben kunstenaar en in deze Doe Het Zelf gaan we feestboterhammen maken. We maken een niet eetbare versie en een eetbare versie. We beginnen met de eetbare feestboterhammen. Voor de eetbare feestboterhammen hebben we nodig boterhammen en beleg. Voor de niet eetbare feestboterhammen heb je nodig oude boterhammen, boeken die groter zijn dan de boterhammen, behanglijm, een kwast, eventueel een föhn, witte borden, verf, messen om te smeren, versierspullen, lijm of lijmpistool en ophanghaakjes. Vroeger als kind, als we iets te vieren hadden, mochten we feestboterhammen maken. Nou, dan mocht je al het beleg gebruiken wat je kon vinden. En dan kon je echt een kunstwerkje maken die je ook nog kon opeten. Het is handig om na te denken over het thema van je feestboterham. Ik ga vandaag 2 feestboterhammen maken. Een regenboogfeestboterham en een verjaardagsfeestboterham. Voor de regenboogboterham ga ik gebruiken jam, snoepjes en anijspret. Even kijken. Dan gaan we lekker beginnen met de jam. Een beetje lekker veel, het is feest. Snoepjes. En om hem af te maken, ga ik met de anijspret aan de slag. En wat belangrijk is, less is more. Dus soms mag je best een beetje voorzichtig zijn in de hoeveelheid en wordt je boterham juist mooier. Maar goed, zo doe ik het. Hè. Je mag het ook helemaal anders doen. Je kan bijvoorbeeld ook kaas gebruiken of misschien heb je wel vlokken thuis die je kan gebruiken. Dus ja, maak de boterham je eigen. Hij is klaar. Kijk eens hoe mooi die is geworden. Oh ja, en van elke boterham die je maakt, maak even een goede foto. En dan gaan we nu aan de verjaardagsboterham beginnen. Ik ga een hele andere ondergrond gebruiken dit keer. Ik doe nu een beetje pindakaas op de boterham. Lekker goed dik beleggen. Het is tenslotte feest. Ik heb al een idee, maar daar heb ik even kijken in de koelkast of ik nog iets anders heb. Ik pak even kokosbrood. Kan ook iets anders zijn. Ik had dit toevallig nog liggen. En ik had bedacht dat ik die kokosbrood ga gebruiken om vlaggetjes van te maken. En ik ga deze verjaardagsvlaggetjes ga ik proberen rechtop in de pindakaas. Maar ze kunnen ook een beetje vallen hoor. Maar goed, dat kan ook mooi zijn hè. Soms is het toeval juist bijzonder mooi en lekker. Eentje. Getsie derrie. Wacht. Details zijn belangrijk hè. Goed, nu zijn we bijna klaar met de verjaardagsboterham, maar ik zat te denken, eigenlijk mag je nog wel een beetje meer contrast hebben. Het is nu best wel een beetje een donkere boterham. En we gaan hem wat vrolijker maken en daarvoor gaan we poedersuiker gebruiken. Zie je? Wow. Ik vind hem mooi, maar ik vind hem nog niet helemaal klaar. Ik wil nog wat meer kleur erin hebben, want het is toch een beetje een feestje, hè? Dus ik ga denk ik de anijspret toch nog een beetje gebruiken. Kijk, dit is wat ik bedoel. En nog een klein beetje hagelslag. Dit is een feestje. En ik ga weer even een foto maken, want hij ziet er zo ontzettend mooi en lekker uit. Dan gaan we nu de niet eetbare feestboterhammen maken. En die kan je niet eten omdat we verf gebruiken en lijm en karton. Maar het worden net als de eetbare varianten, worden het echte kunstwerken. Alleen deze kan je langer bewaren. Het brood dat je gebruikt moet echt heel erg droog zijn. Ik heb hier al een paar flink oude boterhammen. En moet bijna zo droog zijn als een cracker. Nou, om het een beetje goed te laten verlopen, kan je de boterham tussen 2 boeken klemmen. En zo zorg je ervoor dat de boterham niet gaat buigen. Nou, je moet ongeveer, ik denk 2 dagen wachten voordat je boterham echt goed droog is. En controleer elke dag even hoe droog ze zijn. En nog een tip. Als je het droogproces iets wil versnellen, dan kan je de boterham voor het raam in het zonnetje leggen. En als je echt niet kan wachten, dan kan je nog de föhn gebruiken. De boterham is nu droog en best wel stevig, kijk maar. Maar ik wil hem nog steviger maken en dat gaan we doen met behanglijm en een kwast. En dan gaan we eerst 1 kant insmeren. En die laten we ongeveer 2 dagen drogen totdat hij droog voelt.
En dan gaan we hem omdraaien en doe je de andere kant pas. En waarom? Omdat je hem anders vastplakt aan je ondergrond. En dan is je feestboterham mislukt. Dik insmeren. Lekker sauzen. Goed, ik doe hem nu aan één kant smeren. En dan ga ik eerst wachten totdat hij droog is. Dat duurt ongeveer 2 dagen, maar je kan elke dag even checken. En als hij dan droog is, dan draai je hem pas om en doe je de andere kant. Als je dat niet doet, dan plak je de boterham vast aan je ondergrond. En dat is natuurlijk zonde. Even kijken, nou volgens mij is deze wel droog. Dus ik ga hem omdraaien en dan ga ik de andere kant insmeren. En dan moeten we nu weer 2 dagen wachten. Ik ga beginnen met een, ik dacht een beetje een feestboterham, maar wel een beetje in de soort van space sferen. Dus een beetje een ruimtevaart boterham. Dus daar gebruik ik om te beginnen een beetje een ruimtekleur voor. Ik gebruik donkerblauw. En ik ga dan lekker de verf uitsmeren. En dan ga ik aluminiumfolie gebruiken. En dan ga ik kleine balletjes van maken, zo. Het hoeft allemaal niet zo precies hoor, mag een beetje los. En dan pak ik nu de gele verf en dan ga ik stipjes maken op verschillende plekken. En dan gaan we nu de stukjes aluminiumfolie die we eerder hebben voorbereid, gaan we in de gele. En ik krijg een best wel grappig artistiek effect namelijk. Even kijken hoor, wat zou ik hiervoor kunnen gebruiken? Ah, wacht, kijk. Ik heb hier een bakje met piepschuimstukjes en die balletjes... Die lijken wel een beetje op sterren. Ik moet maar eens kijken hoe mooi dat wordt. En het laatste stukje. En dan is hij klaar. Zo vanaf de zijkant. Ja, soms is het ook natuurlijk gewoon fijn om niet echt een plan te hebben en gewoon ergens te gaan beginnen. Zo ga ik ook mijn tweede feestboterham maken. Ik heb heel veel materialen en ik ga gewoon beginnen en ik zie wel waar ik uitkom. Dus ik begin lekker met een vrolijke lichtblauwe kleur. Dan ga ik met de schuurspons, die ga ik lekker in stukken knippen. Maar misschien is het nog leuk, voordat ik ze erop doe, dat ik ze nog even door de verf haal. En ik pak daar een beetje zwart voor. Dus dan pak ik een stukje. Die doe ik eerst een beetje in de wit. En dan gaat hij in de feestboterham. En deze stap herhalen we een paar keer. Heel klein beetje blauw. Toch een beetje hier. Ook nog hier blauwe vlekken. Dat je denkt van, hè, hoe heeft hij dat gemaakt? Ja, vet hoor. Foto. De niet eetbare feestboterhammen zijn nu klaar. En nu wil ik ze gaan ophangen zoals echte kunstwerken. En dat gaan we doen met ophanghaakjes en wat lijm. Je doet een beetje lijm op het ophanghaakje en je plakt deze net aan de bovenkant achter je boterham en je laat het even drogen. En dan nu even een half dagje laten drogen en dan kan je ze ophangen. Tadaa! Maar kijk uit dat je kleine broertje of zusje er geen hap uit neemt.